Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe weekvlog. Johan en ik hebben allebei best een drukke week. Johan moet vanmiddag een lezing geven, daar ga ik zo naartoe. En woensdag weer een andere lezing. En ik moet vrijdag mijn scriptie inleveren. Dus we hebben best een drukke week, maar daarom gaan we zaterdag ook het heel leuks doen. Als alle drukte voorbij is. Maar nu is het zondag en dan gaat Johan straks in de bibliotheek in Leiden een lezing geven. Waar hij heel zenuwachtig voor is en helemaal niet zo'n zin in hem. Dus daar ga ik nu naartoe. En ik neem jullie mee. Yay! Goedemiddag allemaal. Wat leuk dat u hier allemaal bent. Om ook komt kijken naar Taiwanese, want het is niet de enige plek. China is niet de enige plek ter wereld waar Chinees en andere Chinese talen worden gesproken. Ook het prachtige eiland Taiwan, daar gaan we het zo over hebben. Ja, Pepijn zei al, ik ben Joop Bronk. Ik werk op de Universiteit Leiden. Daar doseer ik Mandarijn het eerste en tweede jaar. Onder andere samen met Joop. En ik ben helemaal gek van Taiwan, Taiwanese. Dus daar ga ik vandaag wat over vertellen. Kamsa-taki. Dank u wel. Kamsa-di. Ik ben bij Shaniqua, want wij vieren Halloween. Hallo. Nee. Wat betekent dat we een film gaan kijken die niet eng is, want anders kunnen we niet meer slapen, maar wel een beetje eng. Dus welke grappen? We gaan even, ik weet niet hoe het heet. All Halloween. All Hallows Eve. All Hallows. En dat betekent dat we gaan eten. Ja, maar je zou ook eten. Ja, kijk, en het is nu warme chocolademelk aanmaken. Met Slackroom. En kijk, deze van de Xenos, toch? Ja. Hoe leuk. Ja, terwijl tijd dat dit online komt, is het niet meer te kopen, de Xenos, denk ik. En er zitten Smarties in. Echt zo leuk. En nog veel meer eten. Kijk, dit is waarom je Halloween moet vieren met Shaniqua. Dus dat is heel leuk. En dansen was ook leuk. Wil je die of die? Je wilt deze, hè? Mag het? Oh. Oh. De chocomel is heen gegaan. Ik bedoel de slagboom. De slagboom is... Ja, ik heb meer. Wil je meer? Ja. Ja. Ik heb nog vragen. Ik ben nu niet thuis, dus nu mag ik. Slagboom. Moet gebruik van me. Ja, inderdaad. Ik krijg de prijs beste veganist ooit winnen. Dit jaar. Ik word het, ik weet het zeker. Zijn er wel meer? Oh, dit is vreselijk. Dit is zo slecht geacteerd. Dit is vreselijk. Nou, een goede film. Weet je maar, Pilot. Pilot? Dat is de eerste aflevering van een serie, dat is geen naam. Nee, dat kan niet. Waarom moet ik dit doen? Maar wat gaan we doen? Wat vind jij leuk? Nou, ik vind Jungle Book ken ik denk ik nog te goed. Alice vind ik wel leuk. Ik vind deze wel leuk. Deze lijkt me enig. Deze heb ik ook al een tijdje niet meer gezien. We kunnen wel die Moral Instruments kijken. Zou dat wat zijn? Ik weet het niet. We gaan het zien. Heel knappe mensen. We gaan het zien. Weet je, jullie hebben echt een tv. Ik heb het gevoel alsof ik er ben. Moet je nou kijken hoe echt dit is. Ja, ik heb nog een tv uit, weet je wel, 1900. Nou, is niet waar. Maar het is heel slecht beeld. Dit is nice. We zitten er gewoon bij. Hi Dorothy, how are you? How are you? Oh, it is British. Oh ja. Ja, maar nu ja. Elementary box. Thanks for asking. Is nummer 6? Oh, ze gaan batsen. Wat zeg je ook? Ja, sowieso is haar je. Oh, haar, maar zo ziet hij weer staan. Beste vriend. Oh, andersom. Andersom. Kijk maar. Het is gebeurd. En daar is het teken weer. Nee. What the fuck? Iemand probeert iets duidelijk te maken. Ja. Dus het is niet klaar voor. Het is getting worse. Ja, ze werd wakker met dit haar. Ja. Ja. Geloofwaardig. Ja. Mm-hmm. Oh. Oh, nee. Allemaal zwartheid. Oh, dat is echt eng. Oh, dat is eng. Oh! Hier, nu gaat het stoken. En nu wordt ze ontvoerd. 3,
2. Incoming. Oh. 1. Dood. Nee. Ik ben bang dat ik van schrik mijn chocola wel over mijn hoofd ingooi. We gaan schrikken. Wind door je oog. Op zijn oog. Precies. Zijn broer. Achaka! Nintendo. En zij heeft iets. Chocomaker. Hey, wat een leuke. Dit is gewoon een serie. You better leave. No, please. Not until you tell me something. Anything. You Batali. Batali. Botergeblaadje. En Kwiek, wat vonden we van de film? Fantastisch. Ik kende hem al. Wel, wat vind jij? Ik ben zei in het begin, zei ze, dit doet me denken aan een serie die ik heb gezien. Daar was ook het meisje verliefd op de beste, die meisje, beste vriend en de beste vriend verliefde paar. En hij heette ook Simon. En steeds meer zei ze, het lijkt echt op de serie. Maar dat is dus gewoon een verfilming van die serie of zo. Ja. Of de serie is een verseriede film. Ik vond het, Het was een goede Halloween film, want hij was wel een beetje eng, maar we kunnen wel weer slapen vanavond. Heel goed gemaakt. Ja, wel een beetje. Hij was op zich wel leuk, maar ik moet zeggen, ik keek niet heel erg serieus. Nee. Met heel veel aandacht en zo. Jawel. Ga je morgen weer goed lesgeven? Altijd. We bereiden om. Goed zo. Ja. Ik moet morgen werken. Ik ben vroeg opstaan, maar ik ben moe. Moet ik zo nog even terug naar Oostgeest. Even. Ik ben weer thuis bij Jortje. Hi. Hoe vond je zelf je lezing gaan? Ik weet het niet. Ik heb er niet veel van meegekregen. Maar Sim die heeft het allemaal opgenomen ook. Dus ik kan het met terug gaan dictaphone. Luisteren. Met een dictaphone. Ja, ik zag het, ja. Maar je was echt super goed. Oh, fijn. Ik vond het echt heel leuk. En ik was heel trots op Johan. En je deed echt veel beter dan ik had verwacht. Dat betekent niet dat ik lage verwachtingen had. Ik kan dat zeggen, nog beter. Wat is dat? Nee, maar je deed het echt super goed. Wat zeg je dat ik goed kan presenteren? Ja, maar ik ben ook wel natuurtalent natuurlijk. Jij voor gewone mensen ben je. Oh, nee. Ja, maar het was heel leuk. Mm. En weet je, ik was het ook heel gezellig. Maar nu is het 10:30 en ik ben zo moe. En ik ben nat geregend. Dus ik spreek jullie in deze dagen wel weer. Het is woensdag en ik heb vandaag en gisteren aan mijn scriptie gewerkt. En nu gaan Joren en ik naar Leiden fietsen voor Jons tweede lezing. Ik weet niet of ik daar ook een beetje ga filmen. Is het een klein zaaltje of niet? Ja. Misschien een beetje verlul. Maar een paar mensen. Ben ik misschien echt een beetje een raar meisje dat bezig gaat zitten filmen. Ja. Dus dat doe ik denk ik niet. Maar ik neem de camera gewoon mee voor de zekerheid. Heb je er zin in, Jor? Nee! Komt wel goed. Je bent er vanaf, Jor. Ik ben er vanaf. Geen lezingen meer. Nee. Ging het goed? Nee. Ging best goed, hoor. Die van zondag ging wel beter. Die van zondag was ook wel leuker. Deze was meer voor mensen die er verstand van hadden. Dus ik snapte ook niet alles. Maar het was wel leuk. En toen gingen we daarna zo bij mij is overkomen. We gingen naar de apotheek. Nou, tegenover de apotheek zat onze gezellige snackbar meneer het haasje. Nou, toen hadden we al een groot probleem. Want ja, toen gingen we daar op iets eten halen. En, maar toen gingen we dus naar de apotheek. Want ik moest de anticonceptiepil halen. Ik was gisteren naartoe geweest. Zei ze, nou, die hebben we niet. Moeten we bestellen. Is die er morgen? Oké. Nou. Stellen ze vandaag, de bestelling is niet gekomen. Want de groothandel heeft hem ook niet. En staat niet bij wanneer ze die weer hebben. Oké. Doei. Ja, het is niet alsof ik het nodig heb of zo. Ik bedoel, heel raar. Echt een beetje alsof het een banaan was. Die van, ja, we hebben vandaag geen bananen, sorry. Ja, nee. Het is een anticonceptiepil. En die is nodig. Maar ze zei dat we toen eigenlijk naar wat grotere apotheeks moet apotheken. Apotheeks? Apotheken. Een grotere apotheek moeten proberen. Bijvoorbeeld eentje bij een ziekenhuis of zo. Maar ja, dan moet ik morgen dus wel helemaal naar Leiden. Alleen maar om ergens een pil te gaan halen. Maar goed. Het was ook wel weer een ervaring. En toen gingen we lekker friet eten.
En Johan is niet Noors. Ja. Huiswerk kan dat maken. En ik ga nog even aan mijn scriptie, denk ik. Ga jij dan morgen de afwas doen? Oké. Pip heeft een wondje op zijn voet, waar dit ook zag blijft likken. Dus nu heb ik die kap opgedaan. En dan is hij lelijk, hè? Ja. En dan kijkt hij de hele tijd zo aan van... Moet dit? Mag het eraf? Het is heel grappig. Oké. Ik ga aan de slag. Even pauze voor mijn scriptie. Nieuwe cd van Kelly Clarkson staat op. Meaning of Life, heel leuk als je nog nieuwe muziek zoekt. Maar ik moet iets voor dansen oefenen. Namelijk een overslag. Dus dat ben ik even op mijn bed aan het oefenen. Ik dacht, ik laat het even zien. Maar ja, heel vroeger kon ik wel een overslag, zeg maar. Maar ja, dat is wel heel lang geleden. En, oh. Sorry, foto's. Oké. En, go. Oh, ik val uit elkaar. Oké, nog één keer. Ik laat mijn handen los. Niet heel slim. Oké. Het vergt nog wel iets meer oefening. Maar ik ga nu weer verder met mijn scriptie. Dat was met het filmpje wel, hè, hoor. Dat was wel het filmpje wel, inderdaad. Dat was wel een hele vette film. Hij heette In God's Country. Zonder in, ja, ik dacht dat. Maar hij heette God's Own Country. God's Own Country, zo heette die, ja. Wat vond je ervan? Ja, ik vond het een hele vette film. Het is in het begin heel naargeestig. Maar ik dacht, kut leven, jongen. Maar wat voor kwam dat ook in de trailer, of niet? Nee, niet zo. Nee, in het begin... Met de dieren en zo? In het begin dacht ik echt van... vreselijke, onsmakelijke kutfilm. Het was echt alleen maar overgeven en spugen en vieze seksscènes en echt heel en dieren. Dode kalven. Dode dieren naar. Toen dacht ik echt van, nee, wat een kutfilm. Maar niet dat het saai was, maar wel dat ik dacht van, wat een nare film. Maar later werd het wel beter. Het was het op zich wel, zoals mijn vader zou zeggen, wel een aardige film. Maar er was twee keer muziek in de film, hè? Ja, niet zo. Dus ik wilde elke keer... Normaal is het helemaal geen probleem om even mijn camera aan te doen en een stukje te filmen. Dan wacht ik gewoon op een stukje met een beetje lawaai. Maar het was ook een hele stille film. Ik wil echt lef hebben, jongen. Ja, maar... De hele zaal zat vol. Dat was echt uitverkocht. En ik mijn camera aan. Piep. En dan gaat de camera omhoog. Ja, maar ik weet gewoon dat ik een stukje in de vlog wil. Anders ga ik boos op mezelf zijn als ik het niet doe. Ah, je krijgt wel lef uiteindelijk. Maar hey, ik heb drinken. Nou, ik dacht ook echt, zo, jij hebt ballen. Ik heb ballen, jongen. Nou, die mannen hadden ballen. Maar piemels was heel leuk. Want in het begin was ik dus helemaal van plan te zeggen, ja, zoveel seksscènes, zoveel mannen, want het waren homoseksuele seksscènes. En geen enkele piemel, maar uiteindelijk kwamen de piemels. Dus dat is mooi, want ik dacht, als dit een seksscène was geweest, twee vrouwen hadden we al lang alles gezien. Dus ik wil ook graag piemels. En chips! Ik kreeg piemels. Dus, maar volgens mij is dat niet een film die nu altijd draait of zo. Want het is nu het Leids International Film Festival. Dus er draaien allemaal bijzondere films, volgens mij, toch? Ja, volgens mij is het niet een film... Eenmalig, ja, precies. Maar als je nou denkt, zo, homo's, piemels, dode dieren... Beter dan Brooklyn Mountain, zeg maar. Die wil ik... Oh, is dat die ene film waarbij ze... is dit wat ze zeiden? Een Britse Brokeback Mountain. Want dat zag ik ergens staan. Maar ik heb Brokeback Mountain nooit gezien. Daar hebben mensen het altijd over. Maar ik heb dat nooit gezien. Brokeback Mountain van een Chinese regisseur. Oh, in dat geval. Dat is ook een goede film. Maar dit was beter. Ja, dat weet ik. Want iedereen heeft het altijd over. Dit was beter. Maar dus als je dat denkt, hij is vast wel te koop. Straks of te illegaal downloaden. Niet dat ik dat wil promoten. Maar waarschijnlijk kan het wel. Wat gaan we nu kijken? Gaan we Once Upon a Time kijken? Of gaan we nieuwe seizoen van Modern Family op Netflix, jongens? Hebben jullie het al gezien? Wij hebben vier afleveringen gezien. Maar ik vind het niet heel leuk tot nu toe. Maar goed, wat wil je kijken? Ik zat te denken... Ja, wat jij wil kijken. Ik heb liever Modern Family, denk ik. Ben je klaar met Lang Zullen Ze Leven? Ja, ze zitten
zitten me te lang in de onderwereld. Ik vind het niet meer leuk. Oké. Dan kijken we Moderne Familie. En morgen ga ik naar Nijmegen. En dan ga ik high tea doen met vrienden, maar zeg maar bij. Een beetje overdreven. High tea. Mensen, je mocht dingen bakken en dan meenemen en dan ging we dat daar eten. En iedereen heeft dat gedaan als het goed is, behalve ik, want ik had geen tijd, want ik moet morgen mijn scriptie inleveren. Die trouwens af is, maar ik moet hem morgen alleen nog even overlezen. En dan stuur ik hem. Maar goed, dat ga ik morgen dus doen. En dus dan moet ik morgen even naar Nijmegen. En dan dump ik Pip en mijn ouders, want zaterdag zijn Joren en ik de hele dag weg. Jee, maar dat, nee, dat weten ze nog niet. Oh, sorry. Jullie komen nog achterheen gaan. Het is niet zo boeiend voor jullie, alleen voor ons, maar toch. Oké, we gaan Moderne Familie kijken, chips eten en Sprite drinken. Moet je even uitleggen wat dat allemaal was? Ja, ik ben nu in Nijmegen met mijn vrienden en we hebben heel veel gegeten. Tara, wat was dat allemaal? Dit is pekannotentaart. En het was super heel gezond. Lekker. Super gezond, want er zitten noten in. Ja, dat is eigenlijk de enige reden waarom niet. Gewoon, er zitten noten in. Verder was het niet, ja. Dit? Waren er 30 of zo? En dit is met roomkaas. Het zit er ook weer op. Rucola en fijn ja, dat. Ik heb het gehoord, hè? En dat. Dit is croissantdeeg, toch? Ja. Met allemaal dingetjes. En druiven en komkommer. En ook veel van goed thee. En hummus en garnaaltjes en dingen. Ja, denk je. Ja. Lekker. En eten. En dit is een heel mooi huis. Zo gezellig. Oh, shitty. Oké, en ik moet zo... Ja, leuk is dat. Ik moet zo weer terug naar Leiden. Oké, doei. Het is zondag. En we gaan straks naar Nijmegen om Pip op te halen en naar het verjaardag van mijn oom te gaan. Maar dat is verder niet zo boeiend. Dus ik ga nu de weekvlog afsluiten. Gaan we iets leuks doen aankomende week? Weet ik niet. Oké, ik weet niet of volgende week vlog leuk wordt. Dus je moet maar gewoon kijken volgende week. Bedankt voor het kijken. Doei!